1, een wereldkampioen in de MX2-klasse. Positie om het sterkst mogelijke team af te vaarden. Ik ga bijna aan mijn verhaal. Zoals gezegd, punten. Ja, andersom dan anders. Dus met de minst. Het verschil op de motor op die rijden. Wat doet het? Ga die andere motor aan. En blij dat we hier met de twee clubs deze nieuwe accommodatie in gebruik gaan nemen vanaf vandaag. Dit is zo'n mooie plek en zo goed ingericht. Top. We hebben echt en heel veel bezoekers. Peter van der Sluis, voormalig Nederlands kampioen Motor Trial. Hoe uniek is het dat we hier staan? Heel uniek, denk ik. Een ontzettend mooi terrein ontstaan samen met de crossbaan die helemaal nieuw is. We hebben ook een prachtige trailbaan nu, echt zowel voor de klassieke rijders als voor de moderne rijders. En dat is op zich al redelijk uniek in Nederland, denk ik. Ik wel, zeker als je ziet met welke ambities het plan überhaupt neergezet is hier, dan zal die ambitie zeker niet blijven rusten, denk ik. En kunnen we nog heel wat mooie dingen verwachten in de algemene zin, denk ik, zowel voor de cross als voor de trail. Daar ben ik van overtuigd. Ja, ja, we zijn als KNV enorm blij, trots. En het is uniek dat hier in Arnhem een nieuw motocross circuit ontwikkeld is. Mede door hulp van heel veel partijen. Het heeft 5 jaar geduurd, maar uiteindelijk is het vandaag een hele feestelijke dag.